Ik hoop dat ik een beetje te verstaan ben. Ja, ik geloof het wel. Ik hoop dat jullie een fijn weekend hebben gehad ook. Nou, wat we vorige keer hebben gedaan, heb ik weer even op de beamer gezet. Dus vorige keer hebben we geleerd dat als je een niet-lineair systeem hebt, dat je een Jacobiaanse matrix kunt maken. Dus dat is zo'n ding. Met de partiële afgeleide van deze naar x en naar y. En de partiële afgeleide van deze ook naar x en naar y. En dat als je zo'n matrix maakt voor ieder evenwicht van je systeem, dat je dan het type evenwicht kunt bepalen aan de hand van de eigenwaardes. Nou, vandaag gaan we op zich, eigenlijk zijn we er daar natuurlijk mee. Nu kunnen we van alle soorten systemen kunnen de stabiliteit van de evenwichten bepalen. Dus in die zin gaan we vandaag niet echt iets nieuws leren. Ik ga jullie alleen een aantal methodes laten zien waarop je het sneller kunt doen, want het berekenen van die eigenwaardes is nogal, het maken van de Jacobiaan, is nogal een hoop werk. Dus ik zal laten zien vandaag dat er een aantal manieren zijn waarmee je met een stuk minder rekenwerk in een aantal gevallen al de stabiliteit, of in ieder geval het type van je evenwicht, kunt bepalen. Oké. Dus tot nu toe hebben we gedaan, als je een algemeen systeem hebt, een evenwichtspunt bij x sterretje, y sterretje, dan maak je er dus, als het lineair is, dan heb je meteen heb je zo'n matrix. Hè? En als het niet lineair is, dan gebruik je die Jacobiaan. En vervolgens bepaal je op deze manier de eigenwaardes. En als je eigenwaardes negatief zijn, dan heb je, als ze allebei negatief zijn, dan heb je een stabiel evenwicht. En als één van de eigenwaardes positief is, dan heb je een instabiel evenwicht. En als ze complex zijn, dan heb je iets wat oscilleert. Oké. Okay. Dus de eigenwaardes, die geven je het type evenwicht. Nou, dat werkt in principe altijd. Nou, jullie hebben geleerd dat de determinant van een 2x2 matrix is dat, mal dat, min dit, mal dit. En degenen die vrijdag goed hebben opgelet bij het computerpracticum, die hebben deze ook voorbij zien komen. De trace van de matrix is dat plus dat. Nou, als je dan vervolgens kijkt, dus hoe we normaal de eigenwaardes berekenen, dus we maken de determinant van deze matrix, hè, dus A min lambda, B, en dan C en dan D min lambda, dan krijg je, als je dat uitschrijft, krijg je dit. Dan kun je dat vervolgens verder uitwerken door dit uit te vermenigvuldigen, dan krijg je dat. En als je dan netjes alle termen bij elkaar zet, dan krijg je lambda kwadraat a plus d lambda plus ad min bc. Nou, als je oplet, dan zie je dat dit ding is gewoon de determinant. Als dit de matrix A is, ja, dit is onze matrix A. Zo. Dan is dit de determinant van die matrix. Oh, pardon, dit is niet onze matrix A. Dit is onze matrix A. En dat kan zijn de matrix van een lineair systeem, maar dat kan ook een Jacobiaan zijn. Dus hier staat gewoon de determinant van die matrix. En hier staat de trace van de matrix. Dus je kunt dit ook een stuk korter opschrijven. Je hoeft dit helemaal niet te doen eigenlijk. Je kunt meteen opschrijven. Even kijken hoor. Ja, min. Is nul. Zo.
En dan kun je gewoon de ABC-formule toepassen. Nou, A, B en C wordt een beetje verwarrend, maar ik noem deze eventjes B met een hoofdletter en deze even C met een hoofdletter, zo. De A is gewoon 1, hè. En dan kun je zeggen, oké, onze lambda 1 en 2 zijn min B, dus dat is dan min 2 is A, dus dat is gewoon 2 is A. Plus of min de wortel uit dit ding in het kwadraat, dus 2 is A in het kwadraat. Min 4 maal A, maar dat is 1, maal C, en C is de determinant. En dan gedeeld door 2 keer 1 is dus 2. Zo. En dit ding, die wortel, dat heet D. En dat is, noemen we ook wel, de discriminant. Niet te verwarren met de determinant. Wortel D. Zo. Dus, met die determinant en die trace kunnen we dit, dat is dus hetgene wat hier staat, hè, kunnen we herschrijven in dit. En vervolgens kunnen we dus de ABC-formule gebruiken. En bij die D is dus deze term. Oké, op zich is dit niks anders dan het anders opschrijven van iets wat we al hadden gedaan. Misschien is dit makkelijker te onthouden. Misschien is hetgeen wat we eerst deden makkelijker te onthouden. Dat zal per persoon verschillen. Maar, we kunnen aan de hand hiervan, oh nee, wacht even, ik moet eerst nog eventjes wat, nog twee definities zeggen. Wat hier uitkomt, zijn natuurlijk twee lambda's, hè. Lambda 1 is iets, en lambda 2 is iets. En je weet ook dat, als je dit zou ontbinden in factoren op een of andere manier, dan zou je zoiets krijgen. Dus lambda min iets. Lambda min iets. Als je deze zou kunnen ontbinden in factoren, dan krijg je zoiets, hè? En iets die je dan krijgt, dat is gelijk aan de uitkomsten. Want vervolgens kun je dan zeggen, lambda is, lambda min dit is 0 of lambda min dat is 0. En dan breng je dat min ding naar de andere kant. Dus wat je eigenlijk zou kunnen schrijven, is dit. Dus hetgene wat hier uiteindelijk komt, is dat. Dus hetgene wat hier uiteindelijk komt, is dat. Als je dat even kijken hoor. Oh ja. Je weet ook dat als je zo'n ding oplost, of hoe ontbind je in factoren? Nou, dit ding maal dit ding moet altijd hetgene zijn wat hier staat, hè? Die C. En dit ding plus dit ding is hetgene wat hier staat. Met andere woorden, we kunnen zeggen, die lambda 1 maal lambda 2, is gelijk aan wat hier staat. Dat is dus je determinant. En die lambda 1 plus die lambda 2 is gelijk aan wat hier staat in de ABC-formule. Is je trace. Dus we kunnen zeggen, die twee eigenwaarden die je vindt, als je die bij elkaar optelt, dan krijg je de trace van je matrix. En als je ze vermenigvuldigt, dan krijg je de determinant van de matrix. Nou, het blijkt
dat we deze dingen kunnen gebruiken, die determinant en die trace, om veel sneller te bepalen wat voor evenwicht je hebt. Want die determinant en die trace van een matrix kun je vrij snel opschrijven. En wat je dan kunt doen, en dat noemen we de determinant trace methode. Zet dus gewoon je ABC-formule, hè? Nou, je kunt al zeggen, als die D, die discriminant, als die groter is dan 0, hebben we gewoon een wortel. Dus dan hebben we echte eigenwaardes. Dus geen complexe eigenwaardes. Als vervolgens de determinant kleiner is dan 0, dan hebben we een zadelpunt. Want, ik heb net gezegd, lambda 1 maar lambda 2, die twee eigenwaardes met elkaar vermenigvuldigd, is de determinant. En bij een zadelpunt is één van de twee eigenwaardes is positief en de andere is negatief. Nou, als je een positief ding met een negatief ding vermenigvuldigt, wordt het negatief. En als je een negatief ding met een negatief ding of een positief ding met een positief ding vermenigvuldigt, wordt het positief. Dus als je determinant negatief is, dan is altijd één van deze twee eigenwaardes negatief en heb je een zadelpunt. Als je determinant nou positief is, dan heb je dus ofwel twee negatieve of twee positieve eigenwaardes. En heb je dus een stabiel of een instabiel punt. We kunnen dat grafisch ook op deze manier weergeven. Als we zeggen, oké, dit is onze trace. Dit is onze determinant. Als je determinant kleiner is dan 0, dus hier zit, dan heb je een saddle. En als je hier zit, hierboven, je hebt dus een positieve determinant, dan heb je een node. En weten dan nog niet of die stabiel of instabiel is. Tenminste, als je geen complexe eigenwaardes hebt, hè? Oké, nou als die trace groter is dan 0, dan hebben we een instabiele node. Want, nou, je kunt het op twee manieren zien. Die lambda's bij elkaar opgeteld is je trace, hè? Als dat nou groter is dan 0, en je weet al dat ofwel allebei deze zijn negatief, ofwel allebei deze zijn positief. Nou, als je ze bij elkaar optelt en zijn groter dan 0, dan zijn ze allebei positief. Want als ze allebei negatief waren, dan zou het kleiner zijn dan 0. Je kunt het ook hier zien. Als deze term groter is dan 0, dan is dus die hele breuk is positief. Dus dan zijn allebei je eigenwaardes, als niet één van de twee negatief is, dan zijn ze dus allebei positief. Dus dat betekent dat voor niet-complexe eigenwaardes in ieder geval, als je trace groter is dan 0, is het instabiel. En als je dus kleiner is dan 0, is het stabiel. Nou, als je discriminant, dus die D, kleiner is dan 0, dan heb je een negatieve wortel. De wortel van een negatief ding bedoel ik. En dan heb je dus een complex, heb je complexe uitkomsten. Dat is mijn wekker. Die had ik niet verwacht. Dat is nog van gisteren. Oké. Sorry voor deze onderbreking. Dus, als die D kleiner is dan 0, heb je complexe eigenwaardes.
En als, dan, als je in dit stuk zit, die determinant is groter dan 0, dan heb je dus, als die d kleiner is dan 0, heb je een complexe eigenwaarde met een positief of negatief reëel deel. Dus wat je krijgt, is dat je hier een negatieve wortel krijgt en dit ding bepaalt wat je reële deel wordt. Dus dat betekent dat die trace nog steeds bepaalt of het stabiel of instabiel is. Dus nog steeds geldt dat als die trace kleiner is dan 0, heb je een stabiel ding. En als die trace groter is dan 0, heb je een instabiel ding. Dus je hebt hier een gebied. Je hebt een gebied waarbij je discriminant groter is dan 0. Nou, daar heb je dus reële eigenwaardes. Dus dan heb je een unstable node. Of een stable node. En als je discriminant kleiner is dan 0, dan heb je een spiral. Dus die trace bepaalt of het ding stabiel of instabiel is. En die d bepaalt of het een node of een spiral is. Nou, waarom teken ik het hier als een soort parabool? Nou, dat kun je hier zien. Dus of dit ding negatief is, het wordt bepaald door die trace en die determinant. Hè? Dus als je determinant heel groot is ten opzichte van je trace, dan is het ding natuurlijk al heel snel negatief. Dus als die determinant groot wordt, dan zit je al heel snel in het gebied waarbij je complexe eigenwaardes hebt. Terwijl als die trace groot is, dan zit je in het gebied waarbij je reële eigenwaardes hebt. En als die trace precies 0 is, dan heb je, en die d is kleiner dan 0, dan heb je dus... dan is het reële deel van je complexe eigenwaardes is 0. En dan heb je een center point. Dus je kunt zo'n soort figuur ervan maken. Dus je kunt, als je de trace en de determinant bepaalt van je matrix, dan kun je eigenlijk aan de trace en de determinant meteen al zien dat voor evenwicht het is. Nou, dit is het figuur wat ik net tekende. Oké. Misschien tijd voor een voorbeeld even. Dus ons eerste geval. Bij deze matrix... is de trace is dus 1 plus 4, dus dat is 5. Hè? De trace van die matrix is 5. En de determinant is 1 maal 4 is 4. Min 2 maal 3 is 6. Wat zei ik nou? 4 min 6 is dus min 2. Nou, waar zitten we dan in dit vlak? De determinant, de trace, is groter dan 0, dus we zitten aan die kant. En de determinant is kleiner dan 0, dus we zitten in deze hoek. Nou, dan hebben we dus een saddle. Dit figuur krijg je er trouwens, als ik me goed herinner, bij op het tentamen ook, dus... Oké, nou dat was een stuk sneller dan het berekenen van de eigenwaardes. En dan die tweede. Hier is de trace is min 2 plus 1.
Dus min 2 plus 1 is min 1. En de determinant is min 2 maal min, min 2 maal 1, is dus min 2. Maal, nee, min, min 6. Dus dat is min 2 min min 6. Is dus min 2 plus 6, 6 plus 4. Dus nu is onze determinant groter dan 0. Dus we zitten hierboven. We hebben geen saddel. De trace is kleiner dan 0, dus we zitten in deze hoek. En we weten dus dat het in ieder geval stabiel is. We hebben een stabiel evenwicht. Nou, in sommige gevallen zijn we nu klaar, want we hoeven niet altijd te weten bij toepassingen of we een spiral of een node hebben. Dat boeit niet altijd. Maar laten we voor de compleetheid het wel even doen. Dus wat we dan nog nodig hebben, is die D. Dus dit ding. Dus dat is trace A in het kwadraat. Min 1 in het kwadraat. Min 4 keer de determinant. Min 4 keer 4. Wat hebben we dan? Hebben we 1 min 16. Is, als ik het wel heb, min 15. Dus we hebben een negatieve discriminant. Dat betekent dat er komt een complex getal uit, dus we hebben een stable spiral. Dus aan de hand hiervan kunnen we zeggen, aan de hand van die trace kunnen we zeggen, wacht even hier. Aan de hand van de determinant kunnen we zeggen dat het een node of een spiral is. Aan de hand van de trace dat die stabiel is. En aan de hand van de discriminant dat het een spiral is. Even kijken. Nou, dat is dus een snellere manier om te bepalen wat voor soort evenwicht je hebt. Je maakt de matrix, of je hebt de matrix. En vervolgens bereken je gewoon de trace en de determinant. En aan de hand van dit figuur kun je zeggen, oké, wat voor evenwicht hebben we? Nu is je misschien al opgevallen dat in veel gevallen, en zeker als we alleen maar geïnteresseerd zijn in de stabiliteit en niet zozeer of het de spiraal of een node is, hoeven we niet eens te weten wat de waardes van de trace, van de trace en de determinant zijn. We hoeven eigenlijk alleen maar te weten of ze positief of negatief zijn. Dus in een aantal gevallen hoeven we niet eens echt de trace en de determinant uit te rekenen. Nou, die grafische Jacobiaan, ik bedoel de Jacobiaan, dat is dit ding, hè? Mag het voorbeeld weer weg? Of zijn jullie nog bezig? Geen protest? Deze maar. Oké, de Jacobiaan. Waaruit is dat ding opgebouwd? Uit 4 partiële afgeleiders. Nou, wat betekenen die afgeleiders nou ook alweer? Als we een faseruimte tekenen. We hebben een variabele x, we hebben een variabele y. En we hebben die functie hier,
die geeft onze dxdt, dus hoe onze x verandert over de tijd. En deze functie g die geeft hoe onze variabele y verandert over de tijd. Nou, voor een bepaald punt kunnen we dan een Jacobiaan opstellen. Dus dan bepaal je de afgeleides van f naar x. Nou, wat betekent dat ook alweer? Dat is hoe snel je dxdt verandert als x verandert. Dus eigenlijk had ik vorige keer al laten zien dat als je hier zo'n vector, die geeft je eigenlijk de horizontale vector, geeft je de verandering in x. Die geeft je de grootte, of in ieder geval de richting van de x en t. En hoeveel die groter of kleiner wordt. Als je 1x naar rechts gaat, dat is eigenlijk de afgeleide van dit ding naar x. Nou, meestal doen we dit, de Jacobiaan, in een evenwichtspunt. Dus dat betekent dat op het punt waar je dit doet, is per definitie de xdt is 0. Je hebt geen verandering in je x-richting en ook geen verandering in je y-richting. Want allebei die twee moeten 0 zijn voor een evenwicht. Dus in een evenwicht is dat wat makkelijker. Dan is eigenlijk gewoon, als je 1x naar rechts gaat, hoe groot de vector dan is, die geeft je al die afgeleide. Nou, die afgeleide, hoe is die ook alweer gedefinieerd? Als je een stukje naar rechts gaat, noem het stukje eventjes, dan ben ik aan het driegelen, dus ik ga het even groter doen. Zo. Ja. Een stuk naar rechts gaat, zo. En we noemen dat stukje h. Dus dit is het punt x sterretje. En dit is het punt x sterretje plus h. Dus deze afstand is h. Nou, wat hier eigenlijk dan staat is die dx, dat is hoeveel je naar rechts gaat, hè? Dus dat is gewoon h. En de df is hoeveel je f verandert. Dus eigenlijk hoe groot die pijl wordt. En dat wordt dus gegeven door die functie f. Dus dat is eigenlijk f in het punt x-sterretje, y-sterretje. En, dus dit is de grootte van de pijl hier is f. In dit punt. En de grootte van de pijl hier is f in het punt x sterretje plus h. En nu wordt het onleesbaar weer, maar goed. Y sterretje. Dus als je die twee van elkaar aftrekt. Alleen, ik had gezegd, als dit nou een evenwichtspunt is, dan is deze is per definitie 0. Dus dan kun je meteen zeggen, dus als dxdt in het punt x sterretje y sterretje, in het evenwichtspunt, als dxdt 0 is, dan is de uitkomst van de functie f per definitie 0 in dit punt. En als je dan een stukje h naar rechts gaat, dan is het een bepaalde waarde van de functie f. Hè? En dan kun je dus eigenlijk de afgeleide kun je benaderen door te zeggen, nou dat dx dat is mijn h, hoeveel ik naar rechts ga. En de f is hoeveel mijn functie toeneemt. En dat is dus gewoon de waarde van de f in dit punt. En hetzelfde kun je doen met de functie g. En je kunt het ook doen als je naar boven gaat. In plaats van naar rechts.
Dus dan heb je niet x plus h, maar dan heb je y plus h. Oké, dat klinkt allemaal een beetje droog en abstract. Waar is mijn afstandsbediening? Oh, daar. Dus dat betekent dat je de Jacobiaan kunt benaderen door iedere keer een stukje naar rechts te gaan en te kijken hoeveel f groter of kleiner wordt. Voor deze. Voor die dfdi. Nou, di betekent dat je een stukje omhoog moet. En kijken of f groter of kleiner wordt. Dus dat is eigenlijk de grootte van je pijl als je een stukje naar boven gaat. dg/dx betekent dat je een stukje naar rechts moet gaan. En kijken hoeveel deze groter of kleiner wordt. En deze die geeft de grootte van je pijl omhoog of omlaag. Hè? En, oh, deze klopt niet. Hier moet staan g. Voor dg/di moet je een stukje omhoog. En dan kijken hoe groot deze pijl is. Maar aangezien we eigenlijk alleen geïnteresseerd zijn in of die positief of negatief is, kunnen we net zo goed zeggen, als je een stukje naar rechts gaat, hoeven we alleen maar te zien of deze pijl naar rechts of naar links wijst. Dus je kunt hier invullen voor dfdx. Nou, je gaat een stukje naar rechts vanuit je evenwicht. En je kijkt of de pijl naar rechts of naar links wijst. Als je naar rechts wijst is het positief. Als je naar links wijst is het negatief. Nou, hetzelfde doe je voor de dfdi. Je gaat een stukje omhoog. En je kijkt of die naar rechts of naar links wijst. Dus dit is in het punt x sterretje plus h, een stukje naar rechts. En dit is y sterretje plus h, een stukje omhoog. En voor dg/dx ga je een stukje naar rechts, x sterretje plus h, en kijkt of je naar boven of naar beneden wijst. En voor dg/di ga je een stukje omhoog en je kijkt of die naar boven of naar beneden wijst. Nou, dat klinkt misschien nog een klein beetje vaag. Maar je kunt op deze manier door gewoon alleen maar naar je vectorveld te kijken, kun je eigenlijk een Jacobiaan maken. En die Jacobiaan ziet er dan bijvoorbeeld zo uit. En daaruit kun je natuurlijk niet de waardes berekenen van je trace en je determinant, maar wel of ze positief of negatief zijn. En als je dat weet, dan weet je eigenlijk al wat voor soort evenwicht je hebt. Nou, dat kunnen we een keertje doen. Voordoen. Nou, hier hebben we een voorbeeld. Dus duidelijk een niet-lineair systeem, hè, want je hebt twee, in ieder geval niet rechte nulclines. Eén evenwicht hier, het snijpunt van de twee nulclines, op x sterretje, y sterretje. En het punt x sterretje plus h, dus een stukje naar rechts, is dit. En hier een stukje omhoog, dus dat is y sterretje plus h. En dan kunnen we vervolgens door hier te kijken naar of de pijl naar links of naar rechts wijst. Nou, in dit geval wijst hij naar links. En deze naar boven, en deze naar onder, en deze naar links. Kunnen we een Jacobiaanse matrix opstellen. Nou, gaan we even doen. Dus dfdx is als je een stukje naar rechts gaat, of die positief of negatief is. Nou, die is negatief, hè, want de pijl wijst naar links. De fdi is als je een stukje omhoog gaat, of hij dan positief of negatief is. Nou, in dit geval is die negatief, want hij wijst weer naar links. Onze dg/dx is als je een stukje naar rechts gaat, of deze pijl omhoog wijst. Nou, dat doet hij, dus hij is positief. En onze dg/dy is als je hier een stukje omhoog gaat, of hij dan naar boven of naar beneden wijst. Nou, hij wijst naar beneden, dus hij is negatief.
En dan kun je vervolgens zo'n matrix zo maken. Ik heb even alpha, beta, gamma en delta gebruikt in plaats van waardes, want we weten niet hoe groot die zijn. Totdat we ze gaan berekenen. Nou, hieruit kun je vervolgens zeggen, mijn trace is dus dit ding plus dit ding. Oh, wacht even, het doet eerst de determinant, ook goed. Dat is dus deze maal deze, min deze maal deze. Nou, dit is positief, hè? Negatief getal keer een negatief getal. En dit ding is negatief. Dus een positief getal min een negatief getal is positief, want min min is plus. Dus hier komt een positief getal uit. Dus dat betekent dat je in dit gebied zit. Nou, dan moeten we de trace weten om te kijken of het stabiel of instabiel is. Dus die trace is dit ding plus dit ding. Dit is negatief. Plus een negatief ding is dus... min. Dus we krijgen een negatief ding. Dus dat betekent dat we hier zitten. We hebben een stabiele noot of een stabiele spiraal. Nou verder, als we willen weten of we een noot of een spiraal hebben, dan moeten we natuurlijk de waardes hebben van deze dingen. Dus dan moeten we toch gaan rekenen. Maar in heel veel gevallen ben je alleen maar geïnteresseerd in of het stabiel of instabiel is. Tenminste bij de biologische toepassing. Als het instabiel is, is het vaak niet zo interessant. Nou, hier een wat lastiger voorbeeld. Nou, hier kunnen we dus ook kijken. Als we vanuit dit evenwicht hier een stukje naar rechts gaan. Is deze, df dx, is die positief of negatief? Suggesties? Dus je kunt dat zien aan het vectorveld hier, hè? Als je een stukje naar rechts gaat, dan moeten we naar de horizontale pijl kijken. Nou, dat is deze. Die wijst naar rechts, dus dat betekent dat het positief is hier. De FTX is positief. Nou, de FTI is een stukje omhoog. En dan kijken naar de horizontale pijlen. Nou, we gaan een stukje omhoog, komen we in dit punt uit. En dan moeten we naar deze vector kijken. Dus dat is ook positief. Nou, dg dx. We gaan weer een stukje naar rechts. Het is dx. En dan kijken we of deze omhoog of omlaag wijst. Dus wat is die? Positief. En de laatste, we gaan hier omhoog. Dus wat krijgen we dan? Wat is dg dy? Negatief, want deze pijl wijst omlaag. Nou, maken we weer een matrix van. Krijgen we een andere matrix dan net. Nou, is het vaak goed om eerst te kijken naar de determinant, want dan weet je meteen of je een noot saddle hebt. Dus dan noemen we weer dit maal dit, is dus negatief, min twee positieve dingen, dus dit ding wordt negatief. Nou, zijn we eigenlijk al klaar. We hebben een saddle. En dat had je nou niet, ja, als je goed naar het vector kijkt, misschien al kunnen zien. Want vanaf deze kant ga je er wel heen. En vanaf die kant ook. En hier ga je er vandaan. Maar omdat die dingen wat raar gevormd zijn, is het niet heel duidelijk. Oké, nou dit is nog even een grafische weergave van alle methodes. Wat we tot nu toe hebben gedaan. Dus het eerste wat jullie hebben geleerd... En meestal ook het eerste wat je doet. Je hebt zo'n stelsel. Je gaat nulclinus en vectorveld tekenen. En je gaat eerst kijken of je aan de hand van de nulclinus en de vectoren kunt bepalen wat voor soort evenwicht je hebt. Dat werkt vaak, maar niet altijd.
Dus bijvoorbeeld als je een horizontale of een verticale nulklijn hebt, kun je het vaak niet zien. Nou, wat je dus ook kunt doen, zoals we dus net hebben gezien, is aan de hand van het vectorveld wat ze noemen een grafische Jacobiaan maken. Dus dat we gewoon alleen maar een Jacobiaan aan de hand van de vectoren, die en die, plusjes en minnetjes invullen. Of nullen, het kunnen ook nullen zijn. Als je een horizontale of een verticale nulpline hebt en je gaat een stukje naar rechts, dan kan het zijn dat een van de dx'en of de di's nul is. Dus je maakt zo'n matrix, je bepaalt of de determinant en de trace positief of negatief zijn. En dan ga je kijken wat voor soort evenwicht heb ik. Nou, dat werkt vaak, maar ook niet altijd. Want je weet niet altijd of je een spiraal of een... Dus bij horizontale of verticale nulplines kan het wel werken, alleen het enige nadeel is dat je dus niet weet of je een spiraal of een noot hebt vaak. Nou, vaak is het niet interessant, dus dan kun je gewoon die grafische Jacobiaan doen. Als je het wel moet weten, dan moet je dus de volledige methode doen. Dus dan moet je echt een Jacobiaan gaan berekenen. Dat betekent dat je je f en je g moet je partiële afgeleiders van maken. Maak de Jacobiaan, je vult hem in voor je evenwichtspunten. En vervolgens kun je kiezen of dat je op deze manier, zoals we eerst hebben gedaan, of zoals ik daarnet liet zien, met de trace en de determinant methode, je eigen waardes berekent. En dan kun je dus, ofwel aan de hand van dit figuur, of aan de hand van je eigen waardes zelf, kun je bepalen wat voor soort evenwicht je hebt. Nou, dat lijkt me een mooi moment voor pauze. We gaan weer even verder. Ik heb net dus een paar dingen laten zien, hè? Hoe je met wat minder werk met die grafische Jacobiaan je evenwicht kunt bepalen. Nou, het is een behoorlijk ingewikkeld schema geworden met alle methodes die er zijn. Dus nu is even de vraag, wanneer pas je nou wat toe? Nou, het makkelijkste is, of het handigste is om te beginnen met de makkelijkste methode. Dus dat betekent, je begint eigenlijk altijd eerst, als je een stelsel hebt, met deze gelijk aan nul stellen en hem tekenen. En deze gelijk aan nul stellen en hem tekenen. Dus je tekent eerst die vectorveld. En op de kruispunten van je... je tekent eerst je nulclines. En op de kruispunten van twee verschillende nulclines weet je meteen al waar de evenwichten zitten dan. Vervolgens teken je het vectorveld. En vaak kun je dan al zien wat voor soort evenwicht je hebt. Nou, dan ben je klaar. Tenzij je precies moet weten waar alle evenwichten zitten, dan moet je dat nog even uitrekenen. Maar heel vaak hoeft je ook niet precies te weten waar de evenwichten zitten. Dan kun je gewoon zien waar de nulplines elkaar ongeveer snijden. Daar is een evenwicht. En dan kun je aan het vectorveld zien, is het instabiel of is het stabiel. Als dat niet werkt, dus ja, eerst ga je naar het vectorveld kijken. Als dat niet werkt, dan kun je het beste vervolgens een grafische Jacobiaan maken. Dus dat betekent dat je eigenlijk het vectorveld gebruikt om een matrix met plusjes en minnetjes en nulletjes te maken. Nou, ik kreeg net de vraag, hoe kun je nou makkelijk onthouden? Het is een beetje verwarrend, hè? Waar je nou moet kijken om deze plus of min vandaan te halen. Er zit een logica achter. Als je dus kijkt naar die x of die y, dat vertelt je of je horizontaal of verticaal moet kijken. Dus als hier een x staat, betekent dat je een stukje naar rechts moet kijken. En als hier een y staat, betekent dat je omhoog moet kijken. En die f of die g, die vertelt je
of je naar de horizontale of de verticale pijl moet kijken. Want die F hoort bij de XDT en de XDT zijn je horizontale pijlen. En de G hoort bij de IDT en hier de IDT zijn altijd die verticale pijlen. Dus horizontaal is F en verticaal is G. Zoals hier staat, de FDX betekent naar rechts kijken naar de horizontale pijl. Nou, vervolgens kun je dus met de determinant trace methode, dus je bepaalt of je determinant en je trace positief of negatief zijn. En dan kun je in ieder geval de stabiliteit van je evenwicht kun je dan bepalen. Nou, als je dan moet weten of het een spiraal of een noot is, dan ben je dus nog niet klaar dan. Dus als het niet lukt en je moet het wel weten, dan zul je dus een echte Jacobiaan op moeten stellen. Dus dat betekent dat je de partiële afgeleiders naar x en naar y van deze berekent en van deze. Je berekent waar je evenwichten zitten. Als je dat nog niet hebt gedaan, je vult de evenwichten in. En vervolgens maak je voor ieder evenwicht zo'n matrix. En dan kun je vervolgens ofwel op de oude manier je eigen waardes berekenen of met de trace en de determinant. Nou, vervolgens weet je dan, dat werkt altijd, dus dan weet je wat voor soort evenwichten je hebt. En dan maak je een plaatje af. Dus je hebt je faseportret en je maakt nog een schets van hoe ongeveer alles loopt. Nou, dat ga ik even voordoen zo. Dat hebben jullie al een paar keer gedaan, maar... Oké, nou, dit voorbeeld hebben we al een paar keer gehad, hè? Daarbij hoorde dit plaatje. En we hadden vorige keer, toen ik mijn rekenmachine niet bij me had en het niet had voorbereid, Jacobiaan berekend. Maar we gaan eventjes alle methodes hierop op loslaten. Even kijken wat er dan uitkomt. Dit is ons plaatje. Er zijn 3 evenwichtspunten. Dus daar begin je altijd mee, hè? Het plaatje tekenen. Kijken waar de evenwichtspunten zitten. Hier, hier en hier. En ga je vervolgens eerst naar de vectoren kijken. Wat voor evenwicht is het? Nou, dat hadden we al een keer gedaan voor deze. Over deze lijn ga je naar dit evenwicht toe. Over deze lijn ga je er vanaf. Dus dit is een saddle point. Dit evenwicht ga je naartoe. Vanaf deze richting en vanaf deze richting. Maar als je naar boven gaat, dan ga je er vandaan. Dus dat is ook een saddle point. En van deze konden we het niet goed zien aan de vectoren. Want je draait eromheen. En vanaf deze kant en deze kant is je in ieder geval stabiel. Maar boven en onder, omdat je een verticale nulpline hebt, kun je niet zien wat die doet. Dus als je naar boven gaat, ga je naar links. Maar dat vertelt je niet heel veel over de stabiliteit. Je weet dus niet of hij naar onder of naar boven gaat vervolgens. Dus het roteert op een of andere manier en we wisten niet wat voor evenwicht het was. Nou, vervolgens kun je dus die grafische Jacobiaan hierop loslaten. Voor het punt 0,0, dus hier, als je een stukje naar rechts gaat, dan zie je dat het vectorveld naar rechts wijst. Hè? Dus je gaat hier naar rechts, je kijkt naar deze, nou, die is positief. Dus deze wordt positief. Als je vervolgens een stukje omhoog gaat, dan zie je dat je geen horizontale pijl hebt. Dus als je naar boven gaat en je kijkt dan naar de horizontale pijl om deze te vinden, dan zie je dat je op een nulkline zit. Op de x-nulkline. En op de x-nulkline is de xdt per definitie 0. Dus dat betekent dat daar de verandering in x, je horizontale pijl, 0 is. Dus daar vul je een 0 in. Dus dat is deze 0 hier. Als je vervolgens deze doet, dg dx. Nou, dx betekent dus dat je een stukje naar rechts gaat en je kijkt naar de verticale pijl, g. Je
gaat naar rechts, je kijkt naar een verticale pijl. Oh, die is er niet, want we zitten op een i0-kline. Dus die wordt ook 0. En als je dan vervolgens omhoog gaat en je kijkt naar de verticale pijl, dan zie je dat die omlaag wijst. Dus dat wordt een min. Dus dit wordt je grafische Jacobiaan. Nou, vervolgens doe je de determinant. Positief maal negatief is negatief. Min 0. Dus die wordt negatief. Nou, dan weet je, ik heb een saddle. Nou, dat hadden we in dit geval al aan het vectorveld gezien. Dus de grafische Jacobiaan hadden we hier niet hoeven doen, maar dit is even als voorbeeld. Dat je ook een keer ziet hoe het gaat als je met horizontale en verticale nulklinjes zit. Nou, hetzelfde kun je voor die andere doen, hè? Dus voor deze, dit punt, kun je weer zeggen, ik ga een stukje naar rechts. Wacht even. Ik ga een stukje naar rechts. En dan kijk ik wat mijn horizontale pijl doet. Nou, die wijst naar links. Dus dit wordt negatief. Ik ga een stukje omhoog, di. En dan kijk wat mijn horizontale pijl doet. Dus ik ga omhoog. Nou, die is ook negatief. Dan kom je in dit vlak en hier is hij naar links. Dus die wordt negatief. Ik ga naar rechts en kijk wat mijn verticale pijl doet. Nou, ik zit nog steeds op een i0-kline, dus er is geen verticale pijl. Dus deze wordt weer 0. En ik ga omhoog en kijk wat mijn verticale pijl doet. Dat is deze, die wijst omhoog, dus die is positief. Nou, dan krijg je weer de determinant. Min maal plus is weer min. Min een negatief getal. Is dus min... Ja, oh, wacht even, niet min een negatief getal, want je doet min 0 keer min beta, dus min 0. Dus je krijgt een negatief getal, min niks is negatief, dus ook hier hebben we een saddle. Nou, ook dat hadden we al een vectorveld kunnen zien. Maar nu... ons andere evenwicht. Gaat een stukje naar rechts, kijk naar de horizontale pijl, die wijst naar links, dus dit wordt negatief. Gaat een stukje naar rechts, je gaat omhoog en je kijkt naar de horizontale pijl. Die wijst naar links, dus dit wordt ook negatief. Je gaat naar rechts en je kijkt naar de verticale pijl, die is positief. En je gaat omhoog en je kijkt naar de verticale pijl, die is 0, want je zit op een i0-kline. Dus die wordt 0. Determinant is 0 min een negatief getal, is dus positief. Dus we zitten ergens hier. Nou, dat hadden we op zich al. Nou, dat zegt ons op zich al meer dan dat we vanuit het vectorveld konden zien. Want hier konden we eigenlijk niet zien of het een saddle was of niet. Nou, eens kijken of we nog iets over de stabiliteit kunnen zeggen. Die wordt bepaald door de trace. Dus de trace is min dit plus 0. Is dus negatief. Dus het is stabiel. We weten alleen niet of het die spirale van nood is. Nou, dat is ook niet altijd belangrijk. We weten nu dat we een stabiel evenwicht hier hebben. En vaak is dat voldoende. Nou, als we willen weten wat voor soort evenwicht het is, dan moeten we dus echt de berekening doen. Nou, dat betekent dat je de partiële afgeleiders van deze en van deze moet hebben. En dan stel je daarvan een Jacobiaan op. Even kijken, waar heb ik ze gelaten? De afgeleide van de eerste functie naar x, dat wordt dit. Dus dan behandel je de y als een constante. Als we diezelfde functie afleiden naar i, dan behandelen we de x als een constante, dan krijg je dit. Dat hadden we vorige keer al gedaan. Ik zal hem ietsje naar rechts tekenen, dan is het duidelijker dat het een apart ding is. Ja, min.
En vervolgens doen we voor die tweede functie, die onderste, doen we hetzelfde. Dus eerst leiden we af naar x, dan behandelen we de y als een constante. En als laatste doen we diezelfde functie naar y afleiden. En dan behandelen we de x als een constante. Ik ben niet helemaal consequent in of ik nou komma-getallen of breuken schrijf, ja? Dat tweede is, getal is toch min anderhalve x. Welke? Rechter. Die? Even kijken. Heb ik dat verkeerd gedaan? Ja, je hebt gelijk. Het moet inderdaad min anderhalf x zijn. Want je behandelt inderdaad de x als een constante daar. Oké, okay? Nou is dit je echte Jacobiaan. En vervolgens kun je in al die partiële afgeleiders, kun je dus voor ieder evenwicht kun je de coördinaten van dat evenwicht invullen. En dan heb je dus de Jacobiaan voor dat evenwicht. Waar heeft mijn afstandsbediening? Daar. Dus voor het punt 0,0 krijgen we dan dit. Dus deze term wordt 0, deze term wordt 0. Dus we houden 3 over. Deze wordt 0, hè? Deze wordt 0. En deze wordt min een vierde. Nou, vervolgens kun je determinant berekenen. Dit keer dit. En dat is kleiner dan 0. Je hoeft niet eens precies te weten wat het is. Want, net als met de grafische Jacobiaan, zo gaan we weten dat het ding kleiner dan 0 is, dan weten we al dat we een saddle hebben. En zijn we klaar. Voor 1,0, dan wordt het, is de x 1, dus dan wordt dit 3 min 6, is dus min 3. Dit wordt min 1,5. Dit wordt weer 0, want y is 0. En dit wordt een half min een vierde, is dus een vierde. Nou, vervolgens de determinant, min 3 keer 0,25. Is wederom kleiner dan 0. Zijn we alweer klaar, want dan weten we, we hebben een saddle. Dus ook dit is makkelijk. Nou, dan ons laatste punt. Dan vullen we een half en 1 in. Krijgen we hier min een half. Min 0,75, want dit wordt een half keer anderhalf. Dit wordt een half en... dit wordt 0. Dan doen we dit keer dit. Dus 0 min dit keer dit. Ja? Waar komt nou die min 6x? Zeg maar die 3 min 6x plus 1,5 y. Dat is als je deze... dus dat is df dx. Dat betekent dat je die bovenste afleidt naar x. Dat betekent dat je... dan moet je dit even uitvermenigvuldigen. En dan behandel je gewoon de x als de variabele en de y als een constante. Dus wat je krijgt is dit. En je leidt hem vervolgens af naar x. Dan wordt dit 3. Dit wordt 2 keer... dit wordt 3. Dit wordt 2 keer 3x. Dus dat is 6x. En dit wordt... die y behandel je als een constante. Dus dit wordt... min anderhalf y. Zie je hem? Ja? Je hebt gelijk, dat moet een min zijn. Ja, dat is mijn fout. Goed gezien. Ja? Ja, als je dit nou opschrijft, dan mag dat eigenlijk niet zo die evenwicht aantonen. Zo gauw je aan het vectorveld kunt zien wat het is, ben je klaar. Dus je hoeft niet... Ja. Ja.
Dus wat ik nu doe is als voorbeeld, ik bereken op alle drie de methoden, van alle drie de evenwichten bereken ik het. Maar in principe, je had, als je het moet bepalen, dan dit en dit kon je meteen al zien aan het vectorveld dat het saddle points waren, ben je klaar. Hoef je alleen maar dat ene evenwicht. En zelfs als er alleen maar wordt gevraagd, is het ding stabiel of instabiel, dan ben je met je grafische Jacobiaan ook klaar. Alleen als je moet weten echt wat voor type evenwicht is het een spiraal of een noot, dan moet je dit dus doen. Nou, dat hebben we de vorige keer al gedaan. Dit wordt je matrix. Je determinante is dus 0 min dat keer dat. En dat is positief. Dus we weten dat onze determinant positief is. Dus we hebben een, nou, dat op zich hadden we al aan de grafische Jacobiaan gezien. We weten ook dat onze trace dit plus dit negatief is. Nou, dat hadden we ook al aan onze grafische Jacobiaan gezien. Dus we zitten in dit vak. En dan moeten we dus die discriminant uitrekenen. Dus dat is deze. Om te weten of het een spiraal of een noot is. Nou, dan krijg je dit. De trace in het kwadraat min 4 keer de determinant. Dat komt uit 0,75. Dat is groter dan 0. Dus dat betekent dat je geen complex getal hebt. Je hebt een wortel van een positief getal, dus je zit in dit stuk. Je hebt een stabiele noot. Dus wederom, je hoeft niet eens precies de eigenwaardes uit te rekenen. We weten dat we geen spiraal hebben, maar een noot. Oké, het enige wat we dan nog moeten doen, is het plaatje afmaken. Dus dat. Hier was ik vergeten aan te geven dat je... Ja. Nou, wat er dan gevraagd wordt is vaak even schetsen rondom, en dat is lastig hoor. Schetsen rondom de evenwichten wat je daar ongeveer ziet, wat je daar verwacht. Dus voor het punt 0,0 weet je dat je... Zo gaat, dat kun je al een vectorveld zien en je zult dus als je daar in de buurt zit, zoiets krijgen. Voor dit evenwicht. Het negatieve gedeelte hoef je niet te tekenen uiteraard. Voor dit punt weet je dat je iets krijgt, misschien moet ik het eventjes lager tekenen, dat is wel beter. Wacht even hè. Zo, deze. Hier verderop weet je dat je zo en zo gaat. Je hebt een nulkline waar je zo doorheen moet. Dus wat krijg je dan? Het is een beetje onduidelijk. Vanaf deze kant zul je zo gaan waarschijnlijk. En vanaf deze kant zul je dan wel zoiets doen. En daarna moet je naar schuin naar links. Dus je krijgt zoiets. Het gaat om een schets, hè? Het gaat niet om heel precies. Gewoon naar de vectoren kijken. En op ons kruispunt. Dus dat is hier ergens dan. Ik trek deze even door, zo. Wat hebben we daar? Daar draaien we omheen op een of andere manier. Dus hier moeten we zo. Doorheen. Hier moeten we zo doorheen. Hier moeten we zo doorheen. En hier moeten we zo doorheen. Dus vanuit alle richtingen. Nou, je hebt geen spiraal, dus je zult er niet een paar keer omheen draaien. Dus je krijgt zoiets. En vanaf een andere richting ook. Niet hier, waarschijnlijk. Zoiets. Een beetje onduidelijk. Nee. En dan vervolgens maak je het af door gewoon alles met elkaar te verbinden.
Dus je weet dat je zo gaat, zo, dit zal daarin gaan, dit ook zoiets. En als je hier vandaan komt, ga je zo, of zo. Dus dit is onze schets van, hoe, van wat we hebben. Nou, dat kunnen we hier aan zien. Maakt niet uit waar je begint, voor welke waardes van x en y. Je komt altijd hier terecht. Ofwel zo om. Balkantje. Of als je hier vandaan komt, dan ga je zo. Of als je van boven komt, dan ga je meteen zo. En nogmaals. Ah, hier. Nogmaals, het gaat om een schets. Hè? Het gaat erom dat je een idee krijgt van hoe het loopt. Oh ja, stabiele noot. Dus je maakt het plaatje af. Je hebt je faseportret. Je hebt de schetsen rondom de evenwichtspunten. En uiteindelijk maak je daar één plaatje van. En dan kun je dus... Uiteindelijk moet je dan zeggen, oké, wat voor soort dynamica hebben we? Nou, we hebben een systeem met één attractor, één stabiel evenwicht. En het hele positieve deel is het attractiebassin. Dus maakt niet uit waar je begint. Je gaat altijd, al dan niet met een omweggetje, naar dit evenwicht toe. Nou, jullie herkennen hem waarschijnlijk als een Predator Pro systeem inmiddels. Dit is gewoon een Lotka Volterra. Even kijken, hoe laat leven we? Oh ja. Oké, nou het is, zoals jullie zien, zeker als je meerdere evenwichten hebt en onduidelijke vectorvelden, kan het nog wel een klus zijn om zoiets te doen, hè? Nou kunnen we meestal aan het vectorveld eigenlijk wel zien wat er gebeurt. Dus heel vaak hoef je geen grafische Jacobiaan te doen en geen normale Jacobiaan. En zelfs in gevallen waar het niet helemaal duidelijk is, deze hebben we vorige keer al een keer gezien, kun je het vaak toch wel zien. Of in ieder geval kun je zien of hij stabiel of instabiel is. En dat is vaak het meest interessante. Dus bijvoorbeeld, wat we kunnen doen hier, is we kunnen kijken vanuit het evenwicht. Als we nou een stukje naar rechts gaan, dus in de x-richting, als x dan toeneemt, dus je verplaatst je een stukje in de x-richting, als x toe gaat nemen, dan betekent dat je dus toe blijft nemen. Dus dan heb je een instabiel evenwicht. Die kant op. Terwijl als je in de x-richting gaat en x neemt weer af, dan kom je weer terug in je evenwicht, uiteindelijk. Hetzelfde in de y-richting. Nou, deze lijkt verticaal, maar is hij niet. Hij helpt een klein stukje naar rechts. Dus als je hier omhoog gaat, dan kom je in dit vak. En als je pijl dan vervolgens, als je omhoog gaat en je pijl wijst weer naar beneden, dan kom je dus weer terug in je evenwicht als je er een klein stukje uitgaat. Dus dan is hij stabiel in die richting. En als nou allebei de richtingen stabiel zijn, dan heb je een stabiel evenwicht. Dus je gaat een klein stukje in de x-richting. Als x, je kijkt of x toeneemt of afneemt, of je pijl richting je evenwicht wijst of er vanaf. Als je er vanaf wijst, dan neemt x dus toe in die richting. Dan ga je van je evenwicht weg, is het instabiel. Als je er naartoe wijst, is het stabiel. En hetzelfde kun je voor de y doen. Dus je gaat een stukje naar boven. Je kijkt of de pijl wegwijst van je evenwicht of naar je evenwicht toe wijst. En heel vaak kun je dan zelfs zonder een grafische Jacobiaan al zien wat er gebeurt. Of het evenwicht instabiel of stabiel is. Deze methode lijkt natuurlijk heel erg op de grafische Jacobiaan. Hè? Het is eigenlijk een soort korte variant ervan. Want je gaat vanuit je evenwicht naar rechts en je kijkt wat er gebeurt. En je gaat vanuit je evenwicht omhoog en je kijkt wat er gebeurt. Als je twee stabiele richtingen hebt, heb je een stabiel evenwicht. Als één van die twee instabiel is, heb je een instabiel evenwicht. Als ze allebei instabiel zijn, uiteraard ook. Nou, dat kunnen we even doen voor deze. Dus je gaat hier naar rechts,
Nou, dan zie je dat hij naar links wijst, je gaat hier omhoog. Dan zie je dat hij naar beneden wijst, dus dit is stabiel. Nou, het zou een spiraal kunnen zijn of een nood, dat kunnen we hieraan niet zien. Maar als we alleen willen weten of hij instabiel of stabiel is, zijn we klaar. In dit geval is het een spiraal. Bij deze, je gaat een stukje naar rechts. Hij wijst weer terug naar links. Dus in die, de x-kant is hij stabiel. Je gaat omhoog. Dan kom je weer in dit vlak. Dan wijst hij weg van het evenwicht. Dus aan de y-richting is hij instabiel. Dus dit is een instabiel ding. Hij ziet weer dat hij rondjes draait. Dus we weten weer niet of het een spiraal of een noot is. Maar waarschijnlijk, het is in ieder geval een instabiel ding. In dit geval is het een instabiele spiraal. En weer bij deze. Je gaat naar rechts, hij wijst terug. Je gaat naar boven, je komt in dit vak, hij wijst ook terug. Dus deze is twee richtingen op, stabiel. En we hebben dus een stabiele noot of een stabiele spiraal. Nou, in dit geval is het een stabiele noot. Oké. Wanneer werkt dit niet? Nou, dit werkt natuurlijk niet in het geval wat we hier hebben. Als je een horizontale of een verticale nulkline hebt die door je evenwicht heen loopt. Dan kun je het niet zien. Niet altijd zien in ieder geval. Afhankelijk van wat voor nulkline het is. In dit geval, deze die helpt een klein stukje naar rechts. Daarom kunnen we het zien. Maar als dat niet zo zou zijn, als hij recht omhoog zou gaan. Dan hadden we niet kunnen zien. Misschien niet kunnen zien wat voor evenwicht het was. In dit geval eigenlijk hadden we dat wel kunnen zien, maar goed. In sommige gevallen niet. Oké, nou dit is eigenlijk ons plan. Plan of attack, zeg maar. Aan de hand hiervan kunnen we eigenlijk alle evenwichten bepalen. Op een efficiënte manier, dus met zo min mogelijk werk. Wat betreft het bepalen van evenwichten zijn we eigenlijk klaar nu. Het enige wat ik het volgende college nog ga doen, in het laatste college van wiskunde, is ik ga nog een nieuw type evenwicht laten zien. Wat niet in het rijtje staat van deze. Oké, dat was het.